Like voor dit en negeer voor dat. Hallo mensen, like challenge. Like deze video sneller dan 3 seconden tijd. Anders is de grote kans dat ik straks met Banzer Bunny naar jou toe kom. En dan wil je liever niet hebben mensen, want anders komt Banzer Bunny straks op je af. En ja, Banzer Bunny is niet zo heel lief. Oké, schijn bedriegt, maar er is een of andere meeting. Hallo mevrouw, is alles naar wens? Ja, zeker. Vind ik ook. Zo, kijk, dat doen we met onze klanten, ja. Oh mijn god, hoe sterk is zij? Oké, nou ga je wel liggen, hè? Oké, eindelijk. Damn it. Er is gewoon vandaag klantenbezoek. Nou ja, in ieder geval, we hebben heel veel klanten. Maar ja, je weet wat Banzer Bunny met de klanten doet. Die laten we allemaal sterven. Kijk, hier ook eentje. Jee. Oh, oké. Ik weet niet wat al die mensen hier zo doen, maar ja, het zal me wel. En wat is dit? Waarom is het open? I don't know, but it's kind of weird. Oké, ga eens even naar beneden toe. En ja, ik hoop dat de klanten allemaal weg zijn, want ik wil zelf ook weg. Ja, dat denk ik wel logisch is. Ik ga even het zwembad kijken. Wat is vandaag mooi weer? Want we moeten toch hier Banzer Bunny spelen. Laten we deze dame even het water duwen, maat. Ik zeg je eerlijk, dat is wel grappig. Maar niet met de hakbel. Hallo, het is tijd voor zwemles. Oh, hey. Het is tijd voor zwemles. Doei, doei. Oké, vind je het leuk? Volgens mij niet zo. Het ziet niet echt naar uit dat zij het leuk vindt. Nou ja, in ieder geval. Laten we deze vertrouwen met rust. Want we gaan iedereen pakken nu. Want het is druk vandaag. Maar deze dame had ook zwemles. Dus laat ze ook even ingooien. Leuk. Madame Ski. Hoppa. Succes met zwemmen vandaag. Nou, vind ik het allemaal niet zo leuk. Maar goed, we hebben vandaag iets betere dingen te doen dan alleen maar mensen het water die we vermoorden. Want ja, eerlijk is eerlijk, dat is ook een beetje saai. Daar is Banzer Bunny wel onbekend om. Dus laten we even wegrijden hier zo. Want we hebben hier niks meer te zoeken. Wat we wel iets te zoeken hebben, is op een andere plek. Alright, we hebben de auto gepakt. En de auto, die gaat even naar de supermarkt toe. Want we moeten ook eten hebben voor vanavond. Ja, ik weet dat ik mezelf ook een stuk eten. Maar mensen, ik hoop dat jullie allemaal geliked hebben. Want ik wil wel even die 3000 likes halen. Die 3000 views, 3000 likes. Ik weet dat ons kanaal haalt dat tegenwoordig niet meer. De 3000 views, ja, I know. Maar goed, we moeten gewoon proberen, joh. Gewoon geef even de strijd. Deel deze video met iedereen die jij kent. En dan lukt het wel. Dan sowieso. Oké, laten we even naar binnen gaan. Oké, en Kissy Missy? Is dat een nieuwe werknemer? Ik weet het niet. Ik kom even naar binnen. Hallo daar. Ja, ik weet niet wat hij wil, maar in ieder geval, laten we even een bank overvol doen. Oké, geef je money. Kom op, geef het. Give it. Nee, ik lief het niet. Kom aan. Oké, opschieten. Tempo jij. Oké, opschieten dan. Hè? Huh? Kom dan. Opschieten. Ja, je bent niet snel. Oké, misschien wil je alle geld geven. Dankjewel. Oh, you're my piece of shit? Dan gebeurt er dit met jou. Niet zo, doen jij, hè? Hé, waar kom jij ineens hiermee bemoeien? Kissy Missy, wat is dit nou voor je zeg? Jongen, kom aan. Hey, dit vind ik niet netjes van jou. Hè? Heb je buikpijn? Ah, oh, arme Kissy Missy. Dacht je er nou, hè? Ossa's van mij maken. Ik maak eerder van jou vlees. Kom op. Oké, en bij deze winkel, voor alle alcoholisten, jullie komen niet meer binnen. Wegwezen hier. Hoppa. Kissy Missy ligt ook neer. En wij gaan lekker feesten met Banzo Bunny. Next destination. En dat is dadelijk een pretpark. Hoe leuk is een pretpark? Inderdaad, je moet pret maken. Maar goed, we hebben dus net Kissy Missy gepakt. Maar ik heb eigenlijk een crush. Ik heb namelijk een crush op Bugs Bunny. En we gaan vandaag proberen Bugs Bunny te vinden. Alleen, ik had gisteren met hem afgesproken. En Bugs Bunny bleek ineens spoorloos verdwenen te zijn. Het is vandaag de bedoeling dat we gewoon Bugs Bunny even terug gaan vinden. Want ik zeg je eerlijk, ik mis haar, man. Ik zeg je, man, ik wil Bugs Bunny gelijk zien. Want dit is echt niet leuk. En ja, ik voel me gewoon een beetje alleen zonder Bugs Bunny. Even de goede orde. Bugs Bunny is zeg maar mijn crush. Ik ben verliefd op haar. En ik wil verkering met haar. Maar ja, ze moet wel een beetje heel veel openstaan, snap je? En ik heb het idee dat dat niet helemaal het geval is. Oké, en wat gebeurt hier nu? Hey, wat is dit nou? Hallo? Oh mijn god, ze schieten allemaal op mij. Hey, stop dan mee. Kom aan zeg. Hè? Kom aan, kappen. Oh my god, allemaal... Wat is dit, PJ's? Oké, waarom zijn er zoveel PJ's in het park? I don't know. Laat ze maar even allemaal slapen. Dat is misschien een beter idee. PJ, niet doen. Stoppen jij. Kom aan, hè. Jij ook lekker pitten. Oké, het is oorlog vandaag. Oké, dat is wel duidelijk te zien. Oké, we hebben een SMG. Dat kunnen wij ook. We hebben een betere SMG. Zo. Nog iemand wat, hè? Oh mijn god. Was dat? Oké, daar is ook iemand. Oké, die ligt ook net te slapen. Oké, allemaal PJ's. Hoeveel ruzie moet het nog zijn? Waarom hebben ze allemaal ruzie met elkaar? Wat is dit nou, een deadmatch of zo? I don't know. Oké, en dat gaat niet helemaal goed. Voor mij hebben ze elkaar te pakken, of niet? Nee. Zo. Ik hoop dat ik heb de laatste. Is dat de laatste die we hebben? Ik hoop het zo. Weet je wat? We gaan lekker naar huis toe, want ik heb hier niet veel meer te zoeken. Of we gaan het. Ja, gaan we niet doen. We gaan niet Roosrad in. Ik denk dat het mooi met ze weg te wezen. We gaan even naar de McDonald's toe. Want misschien is Bugs Bunny daar. Ik had gehoopt dat we naar de kermis zouden gaan. Was wel de bedoeling vandaag dat we naar de kermis gingen. Maar ja, Bugs Bunny is hier nergens te bekennen. Het is wel mijn lief. Je snap je? Ik wil er vandaag verkering vragen. Het is toch zo spannend? Je kent het wel. Je bent verliefd. Je wilt verkering. Heb je dat nooit gehad, dat gevoel? Dat je ooit verkering wilt met een meisje die je leuk vindt of een jongen als je een meisje bent? Laat even weten. Dat gevoel heb ik dus nu ook met Bugs Bunny. Maar al die Poppy Playtime oftewel, ik ben oké, moeten we allemaal hebben. En dat vind ik niet leuk. Maar goed, hoe lang moeten we nou ons druk maken? Ik denk dat het beter is om lekker te rijden en uit te komen bij, ja, de volgende spot. Ik weet niet wie daar allemaal zijn, maar wie daar allemaal zijn, daar gaan we heel snel achterkomen. En ja, we gaan ze gewoon pakken, vriend. Ik zeg het je eerlijk. Eén team, één taak. We gaan ons niet laten kisten. Ja, ze gaan er gewoon aan, vriend. Oh mijn god. Shit.
Wat een rotzak jij. Oh mijn god, helemaal auto naar de knoppen. Dankzij jou. Either way, over smaak van niet te twisten. We zijn bijna aangekomen op het spot. En wij gaan er gewoon lekker op af. Jawel. Oké. En daar is het dan. Daar zo. Yeah, let's go. Alright, McDonald's. Oh, ik heb wel veel zin in een Happy Meal hoor. Even serieus. Maar ja, ik wil eventjes weer normaal naar binnen te komen. Oké. Hallo. Hallo? Wat de hel doe jij hier? Killy Willy, hè? Dit loopt zo uit de hand. Ik had een geplande date vandaag. En ik word weer neergeschoten. Hey, stoppen nu. Zo. Gaan we lekker burnen. Burn. Burn. Burn to hell, vriend. Zo. Vind je dat leuk, hè? Als jij denkt dat je dat kan. Ik kan het ook, vriend. Kom aan. Oké, ga je nou opstaan? Nee. Don't let that happen. Zo. Ik denk dat het tijd is om een geroosterde Killy Willy te eten als Happy Meal. Ja, en ik denk dat een Bugs Bunny ook wel lekker vindt. Een geroosterde Killy Willy. Goed, we gaan lekker weg hier. Want ze hebben de moord al gepleegd. En ja, ik wil niet nog een stapblad erbij. Voor mij heb ik die al heel veel, maar goed. Oké, in ieder geval we hebben de McDonald's gehad. Maar waar is Potjan drie dubbeltjes nou Bugs Bunny? Ik wil haar meeten. Ik zweer het je. En jij gaat wegfietsen, jij gaat ook weg. Allemaal weg. Ik wil Bugs Bunny zien. Au, oei. Oké, ik weet dat ik ben een vliegende konijn, maar dat was niet de bedoeling. Heb je ooit wel eens een flying bunny gezien? Vandaag wel. Oké, in ieder geval, we gaan gewoon lekker op ons doel af. Want ik denk dat het een leuker idee is om op ons doel af te gaan, maat. Ik zeg je eerlijk. En dan gaan we nog eens even wraak nemen. Want ik ben boos. Ik ben kapot boos. Ik zeg je eerlijk, man. Ze moeten echt niet mij testen, hè. Alright, we zijn bijna aangekomen bij de volgende plek. En ik hoop dat Bugs Bunny daar eindelijk is. En anders moet ik het even vragen aan iemand. Misschien moet ik dat eens even doen. Want ik zit al een rondje te draaien. Maar ik hoop het. Het is de enige hoop dat ik nog kan denken. En we hebben nog een ander gebouw. Maar ik weet niet of Bugs Bunny daar zomaar kan zijn. Ik weet het niet. Ik heb het idee dat ze. Want er is iets. Ik maak me echt zorgen maar. Want ze reageert ook niet meer op mijn appjes. Ja, dat klopt niet. Maar goed, we zijn ze aangekomen bij het volgende gebouw. En laten we even naar binnen gaan. Want ik denk dat het wel een goed idee is. We gaan lekker als Bunzo Bunny naar binnen. Let's go. Wij vieren feest met vier voeten en een staart. Wij vieren feest met vier voeten. En een start. Ik ben een bunny, de bunny, bunny, bunny. Ja, duidelijk. Oké, het is wel echt groot hier in het ziekenhuis. Maar maakt niet uit, we gaan het wel kunnen vinden. Oké, we gaan hier naar boven moeten gaan, hè. We gaan even naar boven. En ja, we gaan zien wat er dan gebeurt. Oké, is dit hier zo? Is dit de floor? Nog een trap? Oh mijn god, hoe willen jullie me echt dood hebben of zo? Jullie laten me trappen lopen, man. Vind ik niet leuk. Oh mijn god, dat is trap 1. Oh mijn god, we gaan naar trap 2. En eindelijk zijn we boven. Ik ben back off. Ik zweer het je, maat. Oké, dat was Huggy Wuggy, Kissy Missy. En oké, ik ga gewoon vragen. Hey, Huggy Wuggy, weet je toevallig waar Bugs Bunny is? Ja, ik weet het. En waar is hij dan? Bij de mist. Bank, maar ja, dat kan ik wel vertellen, maar je gaat toch dood hier. Oké, wat heb ik jullie aangedaan? Waarom keren jullie de rug naar mij toe, maat? Ik zeg het je eerlijk. Broer, en, huh? Oh mijn god, dat meen je niet. Oké, daar is Kid. Oké. En, huh? Wat doet Bunzo Bunny daar? Oh mijn god, dat meen je niet. Bunzo Bunny? Oh mijn god, wat? Oké, daar is Kissy Missy, Huggy Wuggy en... Oh my god, dat meen je niet. En dat een minigun vast? Damn it, gauw wegwezen hier. Ik wil hier niks meer te maken hebben. Mijn god, Bunzo Bunny had gewoon een minigun. En dat is gewoon dezelfde als ik. Auw. Ja, oké, dat had ik niet moeten doen. En maar luister dan, maat. We gaan gewoon weg hier, want we hebben niks meer te zoeken. We hebben iedereen gehad hier. En het is tijd om naar de Maze Bank te gaan. En volgens mij is dat best wel in de buurt. Inderdaad, jongens. Oh my god. En hier moet het dus zijn. En wat is er in de Maze Bank te vinden? Iets over Bugs Bunny, maar toch niet het gebrande deel. Ik weet niet, Maze Bank is niet helemaal zoals het eruit ziet van binnen. Je gaat versteld staan hoe het er een beetje binnen uitziet. Maar goed, over smaak valt niet te twisten. En we zijn dus bijna aangekomen bij de Maze Bank. Oh jawel. We gaan even ertussen glippen. Want ja, niet voor speed, jongens. Kom aan. Alright, en hier is het dan? Of wat is het? Oh, daarbovenop. Alrighty, we zijn dus aangekomen bij de Maze Bank. En het is de hoogste tijd om lekker naar binnen te gaan, weet je? We gaan het gewoon doen. Oké, en wat is dit? We zaten in je vliegveld. Hallo, kom aan zeg. Oké, moeten of deze of de andere hebben. Er zijn twee liften. We gaan deze pakken. Oké, ik denk dat dit de goede is. Of die? En is het de goede? Ja, het is de goede. Oh mijn god, dat is al heel mistig hier zo. Oh my god, hoe dan? Oké, wat is hier gebeurd? Ik snap er helemaal niks van, maar het ziet er niet goed uit hier zo. Dat kan ik je wel vertellen. Oké, overal is de alarm. Waar komt de alarm vandaan, bro? Ik snap er geen snaars van, man. Maar goed, we gaan gewoon zoeken. En uiteindelijk vinden we het wel. En oké, het is 47, hè? Ik denk dat we even echt trappen moeten gaan lopen nu, want ik zweer het je. Oké, we zijn nu. Oké, 48. Oké. 48 is het niet. 49. Is 49 wel? Ook niet. Oké, 50. Is 50 het? Ook al niet. Oké, dan hebben we nog 51. Wat is 51? Dat is hem ook niet. Oké, eentje hoger dan. En dan hebben we 52. Oké, laten we naar binnen gaan. Let's go. 52, hè? Ha. Wat is... Oké, waar zijn we nu? Het is wel echt heel mistig nu. En oh my god. Wat is met deze ruimte gebeurd, bro? Mijn god, zeg. Niet alles is kapot, maar dit is overal naar de knoppen. Ik weet niet wat hier gebeurd is, maar dit is wel heel erg. Ik weet niet wat de bedoeling is. Maar ja, we moeten het maar zien. We gaan gewoon zoeken hier zo. Hallo, is er iemand? Is somebody in here? Hallo? Oké, niet meer. Oké, naar beneden toe. Oké, en dit is helemaal kapot, hè? Ik zeg je eerlijk, maat. Dit is niet goed. Oké, ik weet niet wat het moet zijn, maar... Oh my god, mommy Longlex. Nee. Wat doe je hier? Hey, ga weg jij. Mommy, dat moet je niet doen, hè? Oh mijn god. Doe me niet. Gemeenerik? Ik zeg je eerlijk. En oh my god, hoeveel levens heb jij, hè, mommy?
Zo, ga maar liggen. Lekker tussen het puin. Daar kan niemand jou ook meer vinden, hè? Dag, mommy longlegs. Oké, ik denk dat we moeten ready maken. Want Bugs Bunny, of Bugs Bunny moet die ook zijn. Maar waar? Ik heb echt geen idee. Maar we gaan eens even zoeken. En waar zo? Oké, ik zie daar een geel. Ik zie daar een wit stipje op mijn kaart. Ik heb een landkaart, ik weet het. En... oh my god, Bugs Bunny! Hey! Kom me redden? Ja, natuurlijk. Nee. Wil je verkeer met me? Nee! Zij nou nee? Nee! Oh my god. Laat maar zitten, joh, Bugs Bunny. Ik dacht dat hij nog real was. Al die moeite voor niks gedaan, man. Ik zeg je eerlijk, dat kan toch niet? Oh my god. Oké, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Like deze video, abonneer je naar mijn belletje aan. Zie ik later terug in mijn nieuwe video, mensen. Adios!